Het is gewoon samengevat een hele slechte rit. Echt ontzettend baal ik ervan. Ik had wat mistjes bij de opening en een paar schoonheidsfoutjes. Dus dan ben je net even wat langzamer. Vrijdag ging het even wat minder en vandaag heb ik gewoon voor mezelf een hele goede 500 meter gereden. Dus ja, ik vond het nu uiteindelijk wel leuk. Mijn opening liep eindelijk goed. Vrijdag had ik meteen 10-4 en ik merk gewoon dat het nog niet constant goed is. Dus ja, dan moet ik gewoon goed op blijven trainen. Ik vond deze uitvoering wel wat beter. Er zat iets meer agressie achter en ik had het idee dat ik weer iets beter aan het schaatsen was. Toen ik over de finish kwam dacht ik, oh, het zal er wel 34 zijn, maar net niet. Ik was gewoon bang dat als ik er weer hard in zou vliegen, zoals in Obihiro en Seoul, dat ik op het laatst heel veel zou verspelen weer. Dus dat probeerde ik een beetje te voorkomen. Dus zat ik eigenlijk alweer niet lekker in, omdat ik eigenlijk te langzaam ging. Ja, missen eroverheen en ja. Ik was vandaag voor mezelf wel wat rustiger in mijn hoofd, dus ik was niet allemaal te veel aan nadenken. Dus ja, ik was gewoon vanaf de eerste pas ging het weer gewoon vanzelf en heb ik gewoon die eerste 100 meter gewoon weer lekker kunnen rammen. En ja, vervolgens wilde ik allebei de bochten uitversnellen en toen was het finish er al. Tijd moet nog wel beter, maar daar heb ik nu 5 weken voor om dat helemaal op orde te krijgen. De weken zijn echt voorbij gevlogen. Het was echt, echt een geweldige ervaring. Ja, we hebben het met z'n drieën gewoon echt als geweldig iets ervaren en beleefd. En ja, ik zelf ook. Ik vond het een groot feest.